deze kinderen, hè? Met autisme, zeg maar. Dat vind ik namelijk belangrijk om ze een stukje weerbaarder te maken. Ook het feit dat ze plezier beleven aan het sporten. Want een hele hoop van deze kinderen, die vallen vaak buiten de boot. Maar wat is het positieve aan rots? Is dat je steeds, want ik ja, je kunt voor jezelf opkomen, mentaal, hè? Ja. Je komt voor jezelf opkomen. Ja. Je kunt zelf bepalen, je keuzes bepalen, welke weg je wil inslaan. Ja. Dat bepaal jij. Ja. Dus je bent assertief. Ja. En weer helemaal. Oeh, wat heet, oh, goed, wat heet. Vervelende dingen ook, dat verdedig ik. De vuist staat voor kracht. Sterk, aanhaling in de buik. Dus, wat hou je? Ga maar eens gewoon zo staan. En dan proberen de waterhouding. Ook iets door de knieën. Ja, je mag je armen gewoon loslaan. Ik vind het heel aardig dat je hand in op naar mij uitsteekt. Want dat houdt in dat je vriendschap wil. Je wil je vriendschap. Wat je vindt. Ik doe mijn adem eerst hoog. Die hou ik vast. En dan mag jij me eerst optillen. En dan moet je voelen hoe zwaar ik ben. Doe maar om mijn hele armen. Nee, om mijn arm heen. Even wachten hoor. Ja, til me omhoog. Oké. En dan nog een keer. Dan doe ik de adem naar beneden. Let op. Wacht even. Ja, til me maar op. Welke keer was zwaarder? Twee. Twee keer. Doe. Nou, wij gingen allemaal een beetje gek om je heen draaien, hè? Weet je wel? Maar daar weet jij dat voor niet erg. Wel een beetje. Wel een beetje, ja. Precies. Daar gaat het om. Ja, ja, precies. Knieën, iets door de knieën gebogen. Ja? Dan mag jij of een linkshoek of een rechtshoek stoten. Ja, ik doe nog niks nu, hè? Juist. Probeer hem echt zo van de zijkant, hè? Ja. Als je knieën geeft, leer je weer een hoop, hè? Kijk, en juist door dat proces, ja, van elke keer maar weer opnieuw starten, ja, zie je natuurlijk ook soms je foutjes. Nee. Dit, hè? Eén. Twee. Laat ik knallen. Juist. Ja? Ja? Oké. Okay. Doe maar flink, hoor. Yo! Kan je dit even wegwezen? Sta je nu als een rots? Niet aan jou merken. Kom op. Dankjewel. En de andere kant. Ja, en dan gaan we weer. Heel mooi. Niet leuk, hè? Hand hoog, hand hoog, hand hoog houden. Ja. Oké. Okay. Altijd je toch. Oeh, Kees. Kijk je uit, meestal daar voor de eerst. Daar kan een stootje voor. Ja. Ja. Heel goed. Juist. Oké, stop. En dan gaat de andere leiden. Want sporten, dan moet je leuk vinden. Dan moet je plezier hebben. Twee. Goed zo, Wees. Ga door, hè. Ga door. Goed zo. Hou vast. Stop. Juist. Stop. Het is hem. Wissel. Stop! En dan tikken we de knieën aan met de handen. Kom maar. Ja, heel goed. Hou je voeten plat. Kom maar. Ja, ja, ja. Juist, dat is het. Kom maar. Adem je in en omhoog. Adem je uit. Probeer maar. Leuk. Goed meegedaan, man. En nou, ik hoop jullie volgende week weer. Tref hier. Ja? Bedankt. Dankjewel. Applaus voor jullie zelf. Ik ga adem in. Ja. Wat ik geleerd heb, dat juist deze kinderen ontzettend open en eerlijk zijn. Deze kinderen zijn eerlijk en die liegen niet. En dat is juist zo mooi, omdat ze heel spontaan zijn, hè? Vaak ongeremd, wat ook wel problemen met zich meebrengt. Maar
omdat ze zo lekker spontaan open zijn. Nogmaals, eerlijk. Dat vind ik het mooie eraan.